Over exact een maand, op woensdag 15 maart, vinden de landelijke verkiezingen plaats. Bijna 13 miljoen mensen mogen dan hun stem uitbrengen. Waaronder 850.000 jongeren. En een groot deel zal voor het eerst stemmen ook. In de aanloop van de landelijke verkiezingen op 15 maart organiseert Bibliotheek Rotterdam dit politieke debat. En daarbij staan drie thema's centraal. Zorg, milieu en veiligheid. Wat viel u op in het debat? Nou, ik vond het vooral een debat waar iedereen genoeg ruimte kreeg om te vertellen wat hij ervan vond. En ik vond het een heel plezierig publiek hier in deze prachtige bibliotheek. Ja. Nou, u heeft gesproken over zorg. Wat heeft u verteld? Ik heb verteld dat er veel zorgen zijn over de zorg. En dat we het belangrijk vinden dat mensen die aan de onderkant zitten van wat ze verdienen, of chronisch ziek zijn, dat die een tegemoetkoming moeten kunnen krijgen voor de zorgkosten. We hebben verteld vandaag dat we ook vinden dat er meer verpleegkundigen moeten zijn voor onze ouderen, omdat er nu te weinig zijn. Het tweede blokje was milieu. Vond ik een beetje tam blokje. Wat heeft u daarover verteld? Ik heb verteld dat voor D66 milieu en groen heel erg belangrijk is. En vooral in deze omgeving, ik kom uit Rotterdam, is de luchtkwaliteit een groot probleem. Omdat dat leidt tot een slechtere gezondheid. Dus we moeten met z'n allen zorgen dat er minder CO2-uitstoot is. En dat we meer op een andere manier dingen gaan maken en produceren. Omdat we anders gewoon echt een groot probleem gaan krijgen. Nou, het derde blokje was het pittigst, veiligheid. Wat is uw mening daarover? Ik heb aangegeven dat we als D66 veiligheid heel belangrijk vinden. Zowel op het niveau van de wijkagent, maar ook rechercheurs. Want als mensen niet gevonden kunnen worden of opgepakt, verminderen we de criminaliteit niet. En het derde wat ik heb aangegeven is, naar aanleiding van een vraag uit het publiek, is dat preventie natuurlijk het allerbelangrijkste is. Zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen en geen verleidingen krijgen om het criminele circuit in te gaan. Mist u het blokje onderwijs als D66 kandidaat? Ik heb zeker het blokje onderwijs gemist, maar het heeft me ook weer uitgedaagd om op alle andere onderwerpen die vanavond besproken zijn uit te leggen wat wij vinden. Nou is het bij politici altijd een beetje vertellen, maar uw persoonlijke coalitie op 15 maart, waar gaat u voor? Daar ga ik niet over. Maar ik vraag ook aan u oprecht, van wat zou u fijn vinden? Nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Omdat ik merk dat ik in deze fase het belangrijkste vind dat mensen vooral een keuze maken op de politieke partij die ze willen. En eigenlijk niet strategisch gaan stemmen. Want als er alleen maar grote machtsblokken zijn, dan krijg je sowieso een coalitie die niet past bij Nederland. Maar belangrijk is natuurlijk dat ik in eerste plaats hoop dat ze op D66 stemmen. U heeft vanavond gedebatteerd. Wat viel u op? Ja, ik vind het in ieder geval heel leuk dat voor de jongeren het georganiseerd werd. Ik denk dat het heel goed is dat jongeren bewust worden van wat er in de politiek speelt. Want het gaat om hun toekomst. Dus ik denk dat dat sowieso heel goed is. Wat me opviel was de prachtige ambiance van de locatie. Echt een compliment hoe dit allemaal ingericht is. Dat is erg mooi. U heeft vanavond gedebatteerd over zorg. Eerst uw eigen standpunt, even eenvoudig geformuleerd. Wat heeft u verteld? Ik heb verteld dat we het heel belangrijk vinden dat er aandacht is voor de ouderenzorg. Omdat ouderen langer thuis gaan wonen. Dat ook heel graag willen. In mijn omgeving hoor ik niet anders dan dat ze dat heel graag willen. Maar dan moeten er ook faciliteiten zijn om die mensen ook goed te ondersteunen daar waar nodig. Dus dat is iets waar het CDA op inzet. Maar ik heb het ook gehad over de jeugdzorg. Ik maak me ook zorgen over de afstand nog tussen jeugdzorg en onderwijs. Ik sta zelf voor de klas op een school voor speciaal basisonderwijs. En ik denk dat daar veel te winnen is als de koppeling van onderwijs en jeugdzorg beter georganiseerd wordt. U heeft vanavond gediscussieerd met collega's. Welke partij, welke collega stond het verst van u af? Nou, ik denk dat we in die zin zo niet moeten gaan denken. Ik denk dat we moeten kijken waar liggen de overeenkomsten en waar kunnen we elkaar vinden. Want dan kom je tot goed beleid voor Nederland. Nou, dan is de volgende vraag natuurlijk, met welke partij voelt u veel overeenkomsten? Nou, ik vond dat we op een aantal zaken, met elkaar de goede dingen wel konden vinden. Ik denk dat de SP soms wat verder afstaat, omdat ik vind dat zij wel heel hard roepen over zorg en een nationaal zorgplan, maar dat absoluut nog niet weten te financieren. Dus ik denk dat we daar wat verder van afstaan, omdat ik vind dat we wel heel belangrijke dingen voor de zorg moeten doen, maar dat we het zeker op een haalbare manier moeten doen. U heeft in het tweede blokje gesproken over milieu. Even heel kort, wat heeft u daarover gezegd? Ik heb daarover gezegd dat we moeten kijken ook vanuit de bedrijven die, als ik kijk naar bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven, die ontzettend goed bezig zijn wat betreft kennis en innovatie op het gebied van de energietransitie.
En ik vind dat bij de andere partijen aardwarmte nog absoluut niet in beeld is. Ik denk dat daar hele grote kansen liggen. Er wordt gepraat over wind- en zonne-energie, maar daar alleen gaan we het echt niet mee redden. Wind- en zonne-energie neemt in de ruimte heel veel ruimte in de publieke ruimte. Dat roept vaak ook weerstand op. Zonne-energie, daar hebben we zo verschrikkelijk veel zonnepanelen nodig. En als je dan kijkt naar aardwarmte, wat betrekkelijk in de ruimte weinig ruimte inneemt. Maar daar liggen daar enorme kansen. En ik denk dat daar wel eens wat meer aandacht voor mag komen. Dus daar zal ik zeker mijn best voor doen om daar aandacht aan te geven. Ten slotte, het pittigste blokje was veiligheid. Wat heeft u daarover gezegd? Dat ik vind dat veiligheid iets is van ons allemaal. Dus ik denk ook dat we daar waar terreur aan de orde is, dat is heel belangrijk om dat aan te pakken. En daar zijn ook voorstellen voor gedaan vanuit het CDA. Dus dat is helder, hoef ik hier niet te herhalen. Maar ik denk ook dat het begint, en dat was vanuit de zaal, werd dat ook genoemd. Het is ook preventief. En dan denk ik dat je binnen het onderwijs, met de lessen van burgerschap, maar ook een stukje maatschappelijke dienstplicht. Niet alleen de dienstplicht zoals we hem kennen van vroeger, maar juist maatschappelijke dienstplicht. Dat mensen zich weer verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. En met elkaar die veiligheid en die veilige omgeving creëren. En dat is denk ik waar we met elkaar voor moeten staan. Ten slotte, 15 maart moet er gestemd worden. Een persoonlijke vraag aan u. Welke coalitie zou u graag bij elkaar willen zien? Nou, ik denk dat we eerst de kiezer aan het woord moeten laten. Ja, maar dat is niet mijn vraag. Waar gaat u voor? Ik denk dat we een stabiel midden moeten hebben. En ik denk dat als we kijken naar CDA, D66, VVD, dat al een hele goede richting is. Dan zit economie en het sociale zeer goed vertegenwoordigd. Dus dat zou mijn voorkeur zijn. U heeft gesproken over zorg. Wat heeft u daarover verteld? Nou, dat wij pleiten, de SP pleit voor een nationaal zorgfonds. Wij vinden het heel erg belangrijk dat we stoppen met de zorgverzekeraars. En stoppen met winsten en marktwerking in de zorg. Zorg moet om mensen gaan. Mensen die zorg krijgen als ze het nodig hebben. En niet omdat mensen daar winst op kunnen maken. Dus weg met de zorgverzekeraars en ook weg met het eigen risico. Die boete op ziek zijn vinden wij zo oneerlijk. Daar moet je echt van af. En wij hebben een heel goed plan gemaakt samen met anderen. En aankomende zaterdag is er een grote bijeenkomst in Den Haag. Waar ook verschillende politici gaan praten over dit Nationaal Zorgfonds. Dus wij denken dat er is heel erg veel steun voor. Dus wij denken dat het gaat gebeuren. De SP en milieu, het was het tweede blokje. Wat heeft u erover gezegd? Nou, wij vinden het belangrijk dat wij flink aan de slag gaan in Nederland met klimaatdoelen. Het is echt hoog tijd dat we echt wat gaan doen. Wij hebben ook de klimaatwet gesteund die eigenlijk daartoe oproept. En heel belangrijk daarbij is, we hebben die gesteund onder voorwaarde dat er wel voor gezorgd wordt dat dat bijvoorbeeld mensen die hun baan kwijtraken omdat je kolencentrale sluit, dat je die helpt om nieuw werk te vinden. Bijvoorbeeld in de industrie rondom zonnecellen, rondom alle nieuwe technologieën die veel duurzamer zijn, waar we echt naartoe moeten. En tenslotte, het derde blokje was veiligheid, het meest pittige blokje. Wat heeft u namens de SP verwoord? Nou, wij hebben eigenlijk onze eis op tafel gelegd dat er echt weer veel meer agenten moeten komen. Heel veel partijen roepen er moet meer veiligheid. Wij zijn van de veiligheid. En bezuinigen vervolgens. Het kabinet heeft bezuinigd op de agenten op straat. Er moeten er veel meer bij. Dat zeggen de agenten zelf ook. Zij hebben het veel te druk, hebben veel te weinig tijd om echt in de wijken te zijn. En daar is het toch waar het gebeurt. Daar kun je ook veel meer ervoor zorgen dat je voorkomt dat er dingen gebeuren. Omdat je tijd hebt voor mensen. 15 maart moet er gestemd worden. U als SP, met welke partijen zou u het liefst willen regeren? Ja, wij willen graag een regering over links. En om dat mogelijk te maken hebben wij ons heel erg duidelijk uitgesproken. Namelijk dat wij de partij zijn die zeggen geen VVD. Als wij onze plannen willen verwezenlijken, dan kan dat echt niet met de VVD. Er zijn een aantal andere linkse partijen die plannen hebben die soms best op de onze lijken. Maar zij zeggen niet, wij sluiten de VVD uit. En dat betekent dus dat zij niet echt van plan zijn om dat gaan uitvoeren. Het kan alleen zonder de VVD. Mensen zijn de VVD zat en het is tijd om keuzes te maken. Wat mij opviel in het debat, dat er een aantal partijen prachtige verhalen hebben. Alleen dat ze niet echt helemaal volledig aansluiten bij hun verkiezingsprogramma.
Geeft u eens een voorbeeld? Hoe CDA begon over het verbinden en tegen polarisatie. Als je kijkt dat er laatst een onderzoek, een rapport uit is gebracht door verschillende hoogleraren en advocaten. Waarin wordt gesteld dat juist het CDA een bedreiging is voor de rechtsstaat. Nou, dan vind ik dat toch best wel stuitend. Ja. Er waren drie blokjes. Wat heeft u gezegd over zorg? Nou, over de zorg hebben we gezegd dat zorg betaalbaar moet zijn voor ook toekomstige generaties. Maar dat ook mensen echt die zorg nodig hebben, dat ook moeten krijgen. Wat we gezien hebben de afgelopen jaren door de bezuinigingen in de zorg, is dat er toch veel mensen zijn die zorg zijn gaan mijden. Eén reden daarvan is het afschaffen, is die eigen risico. En daarom is de PvdA voorstander van om die eigen risico echt af te schaffen. Maar men verwijt de Partij van de Arbeid. Jullie hebben de laatste 4 jaar geregeerd samen met de VVD. Dus dat is een beetje tegenstrijdig, zou je haar zeggen. Nou, de PvdA heeft 4 jaar geleden de verantwoordelijkheid genomen om zeg maar Nederland uit de crisis te helpen. En daar waren we eigenlijk veroordeeld aan de VVD. Dat is een keuze die we hebben gemaakt omdat wij belangrijker vonden om aan die knoppen te zitten. En natuurlijk hebben we niet al onze punten bereikt. Omdat je natuurlijk met een partij in een kabinet zit die toch helemaal een andere uitgangspunt heeft dan onze idealen. Maar dat neemt niet weg dat we toch ook veel dingen gerealiseerd hebben. Ik ga naar het tweede blokje, dat is milieu. Hoe denkt u namens de Partij van de Arbeid over milieu? Nou, milieu is wat voor de Partij van de Arbeid heel belangrijk. Als we het hebben over milieu, denk je aan schone lucht, dan denk je aan verduurzamen. Denk je ook aan het gebruik van openbaar vervoer, dat verhoogd moet worden. Dat is wat ons betreft heel belangrijk en de belangrijkste punten. Schone lucht betekent meer elektrische auto's, maar ook als je kijkt naar nieuwe vormen van energie, zoals windmolens, zonnepanelen. Dat zijn wat betreft de Partij van de Arbeid hele belangrijke punten. En dan tenslotte het derde blokje was het meest pittige. Dat ging over veiligheid. Wat heeft u daarover gezegd? Nou ja, met veiligheid denkt men enerzijds aan inzet van politieagenten, wat heel belangrijk is. In ons verkiezingsprogramma hebben we ook gezegd dat voor iedere 5000 inwoners moet minimaal 1 wijkagent komen. Maar dat is alleen maar repressie. En voor de Partij van de Arbeid is dat belangrijk, maar het is ook belangrijk om aan die voorkant preventief actief te zijn. Als je gaat naar bepaalde probleemwijken, zie je dat werkloosheid en onderwijs een groot probleem zijn. Dus ons inzet is ook, richt je ook daarop. Dat is belangrijk. Op 15 maart tenslotte moet er gestemd worden. Nou wordt politici wel eens verweten dat ze om de hete brei heen draaien. Wat is uw favoriete coalitie op 15 maart? Met wie wilt u regeren? Een links progressief club. Noemt u eens wat partijen? Nou ja, ik zie echt wel goede kansen voor een samenwerking met GroenLinks, SP. D66 heeft dit keer ook een vrij links programma. Dus ik zie daar absoluut kansen in. En ja, we moeten echt, als we echt Nederland willen veranderen en als we echt willen dat die zorg verbeterd wordt, als we echt willen dat mensen echt uit die schulden geholpen worden en de kwetsbare mensen voor wie wij eigenlijk staan, dat we die gaan helpen in plaats van die sterkste schouders nog sterker maken, dan moet er een links progressief kabinet komen. Dus dat is echt onze insteek. Drie blokjes. Eerste blokje was zorg. Wat heeft u namens de VVD kort en bondig daarover gezegd? Heel in het kort heb ik daar gezegd dat Nederland het allerbeste gezondheidsstelsel heeft in Europa. Dat het uniek is, dat we daar trots op mogen zijn, dat het werk nooit af is, maar dat we dus ook hebben te investeren, hebben te zorgen dat dat kan blijven. En dat betekent dat we daar maatregelen voor hebben voorgesteld in ons verkiezingsprogramma. Maar laten we nou niet doen alsof het hier een slecht stelsel is. Die indruk kreeg ik wel eens. Wel nee, dit is het beste stelsel wat we hebben in Europa. En dat is uniek en daar mogen we ongelooflijk voor in onze handen knijpen. Het middelste blokje milieu vond ik zelf een beetje tam, maar ja, daar moet ook wat over gezegd worden. Ik had het gevoel dat jullie eigenlijk allemaal een beetje op één lijn zaten. Wat zei u daarover? Nou, we hebben discussie gehad bijvoorbeeld over de milieuzones. Daar hadden we wat verschil van mening over. Ik vind het een slecht idee om een stad als Rotterdam, waar we hier vlakbij wonen, af te sluiten voor een deel van de automobilisten. Ik snap wel dat gepromoot wordt dat je op de fiets gaat naar Rotterdam. Probeer ik zelf ook wel eens te doen. Of met de metro. Maar dat betekent niet dat je de ondernemer die van A naar B moet gaan, gewoon om te kunnen werken, om te kunnen ondernemen, daarin zou moeten willen hinderen. Dus daar hadden we wat discussie over. Maar het viel mij ook op dat veel partijen, waaronder ook mijn partij, staan voor een duurzaam beleid. Omdat we leven nu, hier vandaag, maar we willen ook morgen en ook nog weer over zoveel jaar later op een mooie manier in ons land kunnen wonen.
derde blokje was veiligheid. Dat is ook een beetje in de richting van uw eigen portefeuille in de Tweede Kamer. Eerst even wat u namens de VVD over veiligheid heeft gezegd. Ja, ook allerlei onderwerpen kwamen daarbij voorbij. Ik heb zelf een punt gemaakt van de ondermijnende criminaliteit, waar ik me grote zorgen over maak. Ja, moet u even uitleggen. Nou, omdat wat je ziet is dat er criminaliteit is. Crimineel word je niet uit idealisme. Je doet het maar om één reden, omdat je geld wil verdienen. En dat doe je over de rug van anderen, waarbij je lak hebt van met elke regel die we hier democratisch met elkaar hebben vastgesteld. Dan ga je bijvoorbeeld wiet telen of ecstasy produceren of in de illegale wapenhandel. En wat we moeten doen, we moeten die gasten pakken, maar we moeten ook hun enige drijfveer afnemen. Dat is het maken van geld, het verdienen van geld. Dat wil ik ze afnemen, dat wil ik doen op een wat andere wijze dan we tot nog toe gewoon zijn te doen. Het is nu gewoon om dat via de weg van het Openbaar Ministerie met name te doen, waarbij iemand vervolgd wordt, uiteindelijk hopelijk ook veroordeeld wordt. Maar dat neemt een aantal jaar. Ik wil dat zo'n figuur nog altijd achter de tralies komt, maar ik wil dat aan de voorkant dat geld apart is gezet, af is genomen. En dan heb je bijvoorbeeld de positie van de Belastingdienst nodig, die op een andere wijze sneller, effectiever dat geld kan afnemen. Ik heb een beetje goed naar het debat geprobeerd te luisteren. Er werd natuurlijk ook gediscussieerd. Proefde ik een beetje dat u als partij VVD het verste afstaat van de SP? Wel in dit debat, dat is zonder meer. Ik denk dat dat ook, dat zie je trouwens in de Tweede Kamer natuurlijk ook. De SP heeft fundamenteel andere gedachten als het gaat om vormgeving van ons land. Als het gaat om, dat kwam ook voor op het blokje zorg, waarbij men heeft gepleit voor een voorstel waarvan we als VVD zeggen dat moet je niet doen. Want dat tast nou juist die solidariteit aan. Dat tast aan de situatie waarbij iedereen in dit land de mogelijkheid heeft, het recht heeft om zorg te kunnen genieten op de best mogelijke manier. Dus daar hebben we echt wel fundamentele verschillen van mening. Ik proefde ook een beetje bij partijen dat ze met name op links elkaar een beetje opzoeken. SP, GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid. Even een persoonlijke gewetensvraag. 15 maart moet er gestemd worden. Voor welke coalitie gaat de VVD? Nee, dat is echt veel te vroeg. Dat is echt veel te vroeg. En veel mensen vragen mij dat. En ik zie ook dat veel dat soort dergelijke vragen aan de lijsttrekker van de VVD worden gesteld. Maar het is echt te vroeg, want het is nu aan de kiezer. De kiezer moet bepalen. De kiezer is ook de baas in dit land. Dat is de essentie van een democratie. De kiezer moet bepalen welke partij die wil hebben. Ik sta voor de VVD, dat draag ik uit. Ik vind dat wij een heel goed programma hebben. En nadat de kiezer heeft gesproken, werkt het in dit land zodat je dan gaat kijken wat heeft die kiezer gewild en waar kan dat op uitkomen.